Leuk dat jullie kijken bij deze nieuwe video vanuit Polen alweer, jongens. Vlog nummer 2. We zijn wakker. Vuurwerk ligt daar. Tijd om te gaan. En ik moet je zeggen, het is wel droog zo te zien. Ja man, het is wel droog man. Maar ook een sfeertje, weet je, want ja, het is wel bewolkt in ieder geval. We gaan zo meteen richting de markt, gaan we weer wat halen en aan jullie laten zien. Volgens mij is de Pyromarkt dicht, omdat het zondag is nu. Dat zou wel verrot zijn, maar ja, je mag de pret niet bederven. Dus we zitten aan het ontbijt, jongens. Super druk op de eerste etage. Even wachten tot de rest erbij vervoert. Ja, want ze hebben echt heel weinig nu. We wilden ei hebben, maar dat is er dus helaas niet. Ja, jongens, we gaan vanaf de hotelkamer onderweg naar onze eerste stoklocatie. We hebben weer een mooie tasje bij. Laten jullie straks even zien wat erin zit. Hoe pas je? En dan gaan ze ook even naar de markt, toch? In ieder geval mooie knalletjes zitten erin. Ja, het is ook best wel droog, hè? Ja, het is gelukkig ook. Er staat geen zon. Dus dat komt er mooi uit. Ja, jongens, Mies gaat even te drinken halen. Ondertussen laat ik jullie even zien wat we allemaal bij hebben. We hebben hier zo één pakje collersluts. Leuke dingen dit. Dan hebben we hier zo de Funke Trueno nummer 4. Zijn knallen best hard. Zeer benieuwd. De nebelslag hebben we al eerder gehad. Knallers met rook van tevoren. Hartstikke leuk voor erbij. Dan hebben wij hier zo nog een pakje PS5. Dit zijn er per 10 verpakt. Je hebt ze ook per 20, maar dit was al genoeg. En dan hier zo het allerlaatste Tueno Blue TB5. Deze zijn echt heel goed. Maar dat zien jullie straks. Ja, daar is hij weer. Wat gaan we doen? Even stoken, man. Ik zou zeggen, echt een grote winkel, man, met die mondkapjes, man. Heb je eerst even een koffietje gehaald? Oh, dat is gewoon ijskoffie, heb je gehaald? Of wat is dat? Ja, man. Nou ja, lekker. Wel zoet, gek. Colosse luutjes, jongens. Goeie knallers. Een paar mooie vlindertjes. Trueno'tje. Zo. Die is uit, man. Zo, dichtbij, jongen. Bosjes. Wat een stooksessie. Zo, ga snel uit, man. Nog één. Die rook ook. Weigeraar steken wij niet opnieuw aan. Ja. Ja, jongens, we zijn weer onderweg richting het hotel. We hebben net even gestookt. Binnenkort zien jullie, of die staat misschien al online, maar in een aparte video zien jullie de hele stookvideo. Maar wat we dus eigenlijk doen, is eigenlijk, we steken in etappes. Dus we gaan even kortstondig ergens op één locatie staan. En daarna halen we de rest op bij het hotel en dan gaan we weer naar een andere locatie. Zo verdelen we eigenlijk dat we niet te lang op één plek blijven staan, waardoor we mensen tot last zijn of iets. Dus we gaan zo gewoon weer terug. We hebben nog een aantal leuke dingen bij het hotel liggen. En wat we ook gaan doen is dat we even richting de markt opnieuw gaan. Want Jordi zei ook al van daar zitten nog een aantal leuke producten die we misschien kunnen proberen. Bijvoorbeeld die geelpijlen of zo, zei je?
Maar geel pijltjes. Die zagen er goed uit. Vonken waren die. Ja, vonken geel pijltjes. Nou, dat is altijd lach om dat in een video te doen. Dus misschien gaan we daar nog even heen en dan zien jullie dat sowieso in de vlog. Want in deze vlogs laten we eigenlijk precies zien wat we op een dag zoal doen hier in Polen. En losse video's komen er dan sowieso nog aan hoor. Maar dan weten jullie dat in ieder geval. We gaan nu in ieder geval naar het hotel. En dan pikken we even het volgende vuurwerk op. En dan gaan we maar weer even kijken of er een andere locatie is waar we even kunnen stoken. Die knallen waren wel ziek van net, hè? Ja. Oké, we hebben een ander plan. Jordi zei van laten we maar even naar die ene vuurwerkwinkel gaan. Waar we in de vorige vlog ook langs reden. Om daar misschien nog iets te halen. Kijk, en hier zie je het al aan de linkerkant. Zit een vuurwerkwinkeltje. En ik weet nog van de afgelopen jaren dat ze daar best wel leuke dingen hadden. Dus we moeten het even zien. Ik ben wel benieuwd. Volgens mij konden we er ook filmen vorig jaar. Nee, dat kon niet, man. Ja, we filmden wel, maar ze waren wel... Ze wilden het niet eigenlijk. Maar ze zagen het volgens mij niet dat we dat deden. Even parkeerplek... Oh, hier is ook vuurwerk. Oh, potziek. Even een parkeerplekje zoeken en dan... Dus we lopen door de straten. Laten we maar even oversteken. En hier aan het einde heb je dus die vuurwerkwinkel. Ik was daar vorig jaar ook. En toen zag ik dat ze veel pijlen hadden en zo, een kleine spul. Het leek een beetje op een winkeltje in Baarle, man. Dus ik ben super benieuwd wat ze er nu hebben. Of we kunnen filmen. En zoals beloofd gaan we dan daarna wel gelijk naar de hotelkamer. En dan halen we even wat producten op en dan gaan we weer verder stoken. Oh, ik heb genoeg. Ja. Hier hebben ze dit dus, jongens. Pijlen kunnen we eventueel meenemen. Moet je al die cake zien daarachter. Echt ziek. Ja, deze is nieuw, volgens mij. 4,50 euro. En hier hebben ze wel die Dumbum 5G, man. Oh, je moet het verhalen. Zie je? Pijlen halen. Ik hoop dat je hier de camera mag gebruiken. En Jordi staat er, hoor. In de zaak. Ja, meer dan 16, 25 of zo. Oh shit. Ho, ho, ho. Wat een dreunen gek. Niet met je hoofd erboven. Ja, ze zijn wel hard, man. Dus we zijn weer klaar met de stookstuk. Nu zijn we weer terug naar de markt aan het gaan. Want, vertel het maar Jordi, wat had jij al in gedachten? Nou ja, we dachten het is nu pas 2:30. Dus we maken nog een extra stookvideo voor jullie. Die gaan jullie dus een andere keer zien. Ja, we dachten van we gaan misschien even... Als we toch tijd over hebben dan Of een parkeerplek is trouwens. Dat kunnen we beter voor jullie even een video maken. Ja, het is wel druk. Ja, zondag, hè? Al die mafkees gaan naar de markt hier, man. Ja, en naar het bos. Ja, in het bos liepen ook superveel mensen. Echt heel erg irritant. Hé, hey, hier heb je trouwens ook een parkeerplaats, man. Oh ja, dat is vaag. Zie. Random bij een sigarettenwinkel weer, jongens, op de markt. Hey, weet je wat opvalt? Het zijn de oude FP3's. 3 grammetjes. 3 gram, oude FP3. 5 euro ook. En is dat dan de nieuwe? Nee, die zijn ook oud, 3 gram. Misschien wel een pakje van meenemen, man. Ja, man. Nou, jongens, we hebben op deze coronamarkt flinke dingen geshopt. Kijk maar, weer een nieuwe tas erbij. Tas is vol. Die is ook vol. Zometeen flink afsteken met zijn handschoentjes van Zena. Ja. Maar we hebben weer een aardig tasje erbij.
om even een extra video te schieten. Ja jongens, we zijn weer onderweg richting het hotel. We blijven zo eigenlijk de hele dag door van stookelocatie naar de markt en dan weer terug gaan. Het is wel een beetje gaan regenen nu. Maar al met al hebben we op tijd gestookt. Want we hebben net die hele tas, die hele nieuwe tas weer opnieuw gestookt. En morgen als we hier zijn gaan we ook waarschijnlijk nog naar de winkels. Dus, genoeg te doen. Precies. Ja jongens, het is weer tijd om te eten. Heb je zin in? Ja, we hebben veel gestookt vandaag, hè. Echt veel gedaan. Zeggen let's go. Ja jongens, we zijn weer op de hotelkamer. We hebben vandaag een partij gestookt. Dat is niet normaal. Echt waar. We zijn net zoals jullie hebben kunnen zien bij de Mac geweest. Weer. Want hier in de buurt, je kan zoeken wat je wil. Maar echt een goed restaurant kan je niet vinden helaas. Dus een beetje fatsoenlijk eten is inderdaad bij de Mac. Maar wat het bizarre is bij de Mac, is dat je dus voor de deur moet wachten. Met een mondkapje op. En op het moment dat je naar binnen mag, dan halen zij jou naar binnen. Doen ze de deur weer op slot. En dan moet je kan je aan je tafel gaan eten met spatschermen ertussen. Het is allemaal Polen die voordringen. Ja, precies. En als je gaat eten, of in ieder geval als je zit, mag je je mondkapje weer afdoen. Dus hoe hypocriet is dat? Dat je gewoon je mondkapje op moet houden als je door de zaak loopt. Maar als je gaat zitten, dan mag je hem afdoen. Wij in Nederland hebben gewoon, nou, de McDonald's en zo is gewoon gesloten als je binnen wil eten. En dat komt door de aerosolen en zo, zeggen ze. Maar hier schijnt dat dus echt bullshit te zijn. Bovendien zei Jordi ook wat anders over die brandveiligheid. Wat zei jij nou? Ja, de deuren zijn inderdaad gesloten. Dus op het moment dat jij naar binnen gaat, dan tellen ze er 32 daar in de Mac. En sluiten ze die deuren dat er niemand naar binnen kan. Maar ook niet naar buiten. Nee, en ook niet naar buiten. Dus als er brand uitbreekt, zijn we loesu. Dan zijn we gegaard, jongen. Maar goed, we gaan zometeen waarschijnlijk nog even wat stoken. Even nog kijken wat we kunnen doen. We zijn wel helemaal gaar, want vanaf 10 uur vanochtend hebben we echt al hotel in, stoken, markt, nieuwe producten kopen en weer terug naar de stooklocatie. Dus we zijn helemaal gebroken nu al en het is pas, even kijken, 5:05. Dus het is nog wel even te gaan. Maar we gaan even uitrusten en wellicht straks meer stookbeelden in deze vlog.